Omdat ze bang zijn dat ze nee zeggen, die vrouwen. Wat ziet mijn aanstaande schoonzoon er toch mooi uit, hè? Is dat zo? Ja, dat is zo. Ik ga naast uw schoonzoon. Zitten. Ja hoor, mag schat. De getuige en de oude schoonzoon. Ja? De bruid komt eraan, dames en heren. Daar komt de bruid, zij schrikt. Dames en heren, mag ik een hard applaus voor de bruid? Wat doet de bruid schrijven? Je mag ook. Nou, daar ga ik mee in, jongen. Ja? Zien ik het zo bij? Ja, dit is juist. Jemina! Is op 2 kilometer weg. Nou, gaat u jongens? Ja. Ja? Maar dit is al mee. Wat een mooie binnenkomst. Zal ik even je boeket mooi op tafel voor de foto's? Je weet toch, we vloggen, hè? Hé, hey, ik ga niet op de... Waar is Henk? Henk? De fotograaf, waar is die? Hé, hey, ja, ik wou net zeggen, waar is hij? Daar is was de foto's aan maak ik denk nou. Die is dan nog daar. Graag. Hij maakt een foto van de stad. Waar is Henk? Ik wou net zeggen. Ik denk al, hé, ik mis iemand. Ik dacht dat was afgelopen. Ja, nee. Verklaart u aan te nemen dat u bent geëchtgenote mevrouw van der Werf en belooft u getrouw alle plichten te zullen vervullen die de wet aan uw te staan verbindt. Wat is daarop uw antwoord? Ja, dat is wel goed. Hey, hebben jullie het gehoord getuigen? Ja, 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 ja. Nou, dan verklaar ik als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stad in Schravenhagen, dat mevrouw van der Werf en meneer Staalman door het huwelijk aan elkaar zijn verbonden. U mag elkaar feliciteren. Een kusje. U mag elkaar kussen. Thank you.
Maak het spannend, hè? Tromgeroffel. Ja, wie kan dat even tromgeroffel doen? Krum, 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 krum. Au. Au. Wat wil jij hem hebben? Hoe wil je hem hebben? Maakt niet uit, wat ik zeg maar zie. Ik vind het mooi. Kusje. Kusje. Ja, Sophie. Meisje, meisje, wat deed je mooi? Zeg toch even dat je vlog kwam. Weinig wind trouwens, heerlijk. Oh, ik heb het niet ja, welke, in welke boom had je dan in gedachten? Die mooie boom. Waarom ben je dat groen daarop? Ik heb daar die zon, zeg maar, tegen. Ja, ik krijg het haast niet tegen die zon in. Nee, en ik, ja, maar ik vlog, hè. Oké. Ik film. Dan eentje met Karin en moeder. Hoe krijg je hem scherp met filmen? Hoe krijg je niet zo dicht erop. Hoe krijg je hem scherp? Hij wordt niet scherp. Dat doe je met dit dingetje. Oh, oké. Zo. En dan weer terug. En dan wordt hij zelf wel weer even scherp. Ja, maar ik ga niet in dat gras. Dat lukt me niet met mijn stok. Dat bedoel ik. Oh, het is koud. Oh, het is koud. Dan gaan we weer lekker veel foto's maken. Wat? Ja, laat alsjeblieft. Niet druk maken. Gewoon lekker laten. Wie? Je moeder. Mam, waar ben je? Ik ben hier. Ja, dan moet u even stoppen met vloggen nu. Of, ja, dat is Melissa. Je hoeft niks te doen, Zo, gewoon vasthouden. Waar hebben we hebben ze? Brenk. Je moet nog even in de buurt blijven, Corina. Even sprinten. Sprinten. Iedereen doet jou met is al vandaag.
schaduw? Nee, ik weet het ook niet, want ik weet wat ze erbij bedoelen. Okay, ze bedoelen jou. Even in de buurt blijven, Corina. Ik heb toch een luide stem. Als het moet. Mijn is harder. Als het moet. Het zou wel iets zijn, hè, fotorol missen. Ja, samen. Dat is wel de bedoeling. Wat zeg je? Ja, natuurlijk, maar het werd een beetje koud zonder jas. Ja, oké, denk je maar. En nou, een beetje de zoek blijven staan. Nou, kon ik beter een keer wensen, hoor. Met zijn moeder. Moet ik weer terug? Nan, ja, maar ga even hier komen. Nan, met je moeder. Met mijn moeder. Mevrouw Staalman. Ja, even. Mevrouw Staalman. Met geroepen. Je mag op de foto met je zoon. Ja. Ja, maar even. Wil even die bloemen teruggeven, hoor. Dan zou ik niet helemaal weglopen. In de koffer. Nee, het is niet koud, het is warm. Dan jij met Rob de foto. Nee, Rob ben ik eerst nu met zijn moeder. Oh, blijf staan. Alleen zijn moeder eerst. Ja, straks. Als je een vestje wil, moet je uit de auto nog pakken. Ja, weet ik. Wie is voor u? Dankjewel, schat. Maar hij is... Oh ja, hij is nog wachten. Wat is dat? Dat weet ik nog niet, daar kom ik nooit aan die dingen. Ik weet bij hoog en laag niet wat het is. Dit is de tijd in die u filmt en dat heeft u nog anders. Ja, wat houdt dat in? Dit is al hoe lang u filmt. Ja. En dit is nog de tijd die hier weer opkomt. Dus u heeft in principe altijd maar 8 minuten te filmen. Oké. Okay. De bruid staat naast me. Yeah. Ik heb je niet op de foto. Nee, ik vind het niet gezellig. En we staan nu hier op de schakenbos. En mijn andere mama. Ja. En daar zijn ze nu aan het foto's maken. Oh. En mijn mama is er ook, mijn andere mama. Heel veel mama's. Heel veel mama's vandaag. En mijn andere mama die komt ook zo wat. En mijn begeleidster ook vandaag. Het wordt dus heel druk. Ja. Moet je ook eens een keer doen. En anders dan zouden hier en de hummeltjes aanwezig zijn. Maar ja, de jongens vlogen. Nee, maar hij en maar de jongens en die zijn ziek. Okay. En de tweeling. Wat moeten ze nou niet? Pap, mam en ik moeten erbij. Dus Melissa, jij mag graag gaan. Ik kijk uit op de tijd en anders even. En mijn werk. Zonnebril. Ja. Ik ben het cameravrouwtje. Ja. Even die uit, dat is wat makkelijker. Kijk, ook lekker vrolijk. Ja, nee, je bent serieus. Ja. Je neemt je taak heel serieus. Hè. Oh.
Even naar elkaar kijken. Goed zo, ja, toppie. Jij moet nog vangen. Jamiel. Wat is het? Dan moet je vragen aan hem. Mag de motorkap even open? Ja, ja. Motorkap hoor. Crazy idea. Crazy idea. Het is een broken car, moet je wedden. Broken car. She likes crazy pictures. Ja, zagrijnig kijken, hè, Karin? Ja, dus wel met die ringen. Zagrijnig kijken, boos. Jullie zijn boos dat de auto kapot is. Ja, en toen waren we helemaal met stomheid verslagen. Hè? Dat zit er in die zak over. Wat? Ah oh, ja, dat is een buidel. Dat ben ik van Roderick wel gewend. Kijk eens op de tafel bij jullie. Ja, ja, man, dat weet ik. Die maakt de hele buisselen. De muis. Ja. Grapjas. Die denkt dat hij daar warmte van kan krijgen. Van wie is de foto? Dit is mijn stiefvader. Dat is de man van mijn moeder. Die is overleden. Ja, helaas. Daarom is hij op die manier mee. Dat is mijn kleine zusje. Dat is mijn kleine zusje. Die is er niet. Ik kon helaas niet aanwezig zijn. Ja,
Herkent u in dit nummer? Wat dan? Van wie? Ja, van wie? Vertel. Zaviri. Yes or no? Jannes? Ja, maar... Vlieg met me mee. Ja, maar hij is ook in het Engels. Ja. Vraag aan je vader, die kent hem in het Engels wel. Huh? Yes or no? Verder kan ik hem ook niet hoor. Ja. Yes or no? Lukt het een beetje om met foto's? Lukt het een beetje? Ja hoor, jij mag ze straks uitzoeken. En dan moet ik een eentje zetten. Ik stuur ze je wel eventjes via de computer. Transfer, ja.